Natuurfotograaf Harvey van Diek geeft tips voor natuurfoto's die net wat spannender zijn. Dat de natuur in de stad ook heel mooi kan zijn, bewijs ik nu. We staan op een industrieterrein in Nijmegen ergens met fabrieken, hekken, grote gebouwen, veel herrie, vrachtwagens. Maar er zit een hele mooie, exotische volièrevogel. Weliswaar ontsnapt, maar erg fraai. En die ga ik even fotograferen. Dit is de driekleur glansspreeuw. Een exoot uit Afrika, komt niet van nature hiervoor, is ongetwijfeld uit een volière ontsnapt. En ik ga hem fotograferen op verschillende manieren. Nu van bovenaf zie je het hek erbij. Op zich natuurlijk erg interessant, omdat het echt een stadsvogel is. Maar ik probeer natuurlijk dichterbij te komen en een mooi laag te gaan leggen. Hij laat zich nog goed benaderen. Dat is met vogelfotografie altijd lastig. Het zijn natuurlijk vogels die kunnen wegvliegen, dus daar moet je altijd zorgvuldig mee omgaan en heel voorzichtig benaderen. Kijk, daar gaat hij. Kijk. Kijk eens hoe mooi die is. Kijk, nu komt hij weer. Ja, heel goed. Hij zit nu mooi laag op de grond, dus ga ik vanaf laag perspectief fotograferen. Je zult zien dat het veel mooier is. Rustige achtergrond, alleen maar groen, de vogel scherp en de rest onscherp. Wow, geweldig zeg. Wat een kleuren. Dat intense blauw joh, moet kijken.